Nieuws waar u misschien al het hele jaar naar uitkijkt, want carnaval 2015 is losgebarsten. Omroep Brabant trapte vanmiddag om 3 uur samen met duizenden feestvierders traditiegetrouw af met 3 uurkes veraf. 3, 2, 1, 5 feestje nu! Ja la la, bij de 5 feestje minder niet. Op camera 1 voor jou of niet? Ja, bij dit feest was ook mijn collega Tom van Oetelaar. En Tom is daar nog steeds. Ja, Tom, het wordt ieder jaar groter, hè? Het wordt ieder jaar gekker ook hier. Je kunt je niet voorstellen wat hier aan media belangstelling op dit Omroep Brabant evenement afkomt. NOS, RTL, SBS6. Je zult vanavond op alle zenders zul je 3 uurtjes vooraf tegenkomen. Wat zijn de hoogtepunten van dit jaar? Allereerst, Kiesje Kraken dit jaar komt Johnny Gold met How Do We. Heeft de meeste stemming gekregen van onze luisteraars. Fabio Aanbrand, Pierre Carter, wordt dit jaar 80. En daar is hij de Omroep Brabant door geëerd. Hij krijgt een oeuvre award. En hoeveel tijd dit jaar? Ik heb er even bij halen. Jordi Graat, de nieuwe presentator van 3 uurkes vooraf, Jordi. Hoe is het geweest, joh? Ja, het was geweldig. Het was fantastisch. Van 1 minuut over 3 tot het einde, het was echt kippenvel. Het is ook voorbij gevlogen, echt. Was het een baas of heb je er nog iets van beleefd? Wat zei je, sorry? Was het een baas of heb je er nog wel iets van beleefd? Ja, ik moet het allemaal nog een beetje laten landen. Ik ben een beetje beduusd van alles. Het was echt fantastisch. Echt top. Ja, het is echt super. Wij gaan jou terugzien de komende 4 dagen in het Fijn Visje Café. Dan zien we Jordi Graat weer hier in Eindhoven. In het hotel gaat het feestje nog een klein beetje door met de Lawine Boys. En dan gaat het feest los bij Omroep Brabant. Maar dat is, zoals je al merkt, echt al begonnen. Brabant via carnaval. Ja, en jij ook zo te zien, Tom. Dankjewel. Ja, Tom zei het al, hè? Wij zijn nou de officiële carnavalszender geworden. Elke dag vanaf 1 uur hier op tv, het Fijn Visje Nie Café. Met veel gasten, optreders en ook verslaggevers in de provincie. En ook veel optochten. Morgen bijvoorbeeld live die van Eindhoven vanaf 14:15.